Welkom bij deze algemene reading vandaag met de Gilded Tarot Royal en de ja, hoe heet het orakeldek ook alweer? De fluisteringen van de natuur. Dankjewel weer dat je kijkt, dat je lijkt, dat je deelt, dat je je hebt geabonneerd, dat je zo vriendelijk bent om een positieve comment te plaatsen. Dat je interesse hebt om te doneren of voor een privé reading of healing gaat. Dank je wel daarvoor. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert. Want dan ben je namelijk energetisch verbonden met mijn kanaal of kanalen. Waardoor ik jouw energie oppik. En de reading meer en meer met je gaat aansluiten. Wat mogen wij weten voor deze algemene reading? Ik heb nog een kaart tussen. Die moet ik laten zien. Deze reading zal gaan over loyaliteit. Je dacht dat je je allerbeste loyale vriend of vriendin kwijt was. Maar toch komt daar een hereniging in. Oké. Okay. Ik ga beginnen met channelen. Ik denk dat je goed nieuws gaat krijgen. Goed nieuws. Het kan zijn dat je op dat nieuws hebt gewacht of niet. Maar ik heb het gevoel dat je goed nieuws gaat krijgen. Dat je medewerking gaat krijgen van iemand. Waarvan je niet meer had gedacht dat je die medewerking zou gaan krijgen. En dat je aangenaam verrast bent. Het heeft lang geduurd. Ik heb het gevoel dat deze persoon een M in de naam heeft. Achternaam hoor ik. Ik denk als het weer goed komt tussen jullie, dat jullie heel veel met elkaar kunnen lachen. Dat het een hoop opklaart. Dat je een hele ongedwongen, speelse connectie gaat krijgen. Maar ik zit heel even wat nootjes tussendoor te eten. Want ik heb nog niet gegeten en ik had wat flauwte. Sorry daarvoor. Wat mogen we over deze connectie weten, over deze algemene reading? Geef elkaar steun. Er komt terug balans door een geste. Het kan zijn dat iemand zijn excuus aanbiedt of wat dan ook. Accepteer die. En aanvaard dat. Want ik heb het gevoel dat er dan iets heel moois gaat opbloeien. Dus wees daar niet star in. En ontvang. Liefde is belangrijk. Dus ik denk dat deze persoon zich realiseert hoe belangrijk deze connectie was. En dat ze daarom deze moeite gaan doen. Om dat terug weer te krijgen. En sta daarvoor open. Ik heb het gevoel dat als het eenmaal zover is, dat je ook ziet dat een van jouw dromen daarmee verwezenlijkt is. Namelijk dat je niet meer had verwacht dat het goed zou komen. En toch denk ik dat dat goed gaat komen. Dus dat ziet er goed uit. Onderin hebben wij aan het dek hebben we laat je liefde een baken zijn. Ik heb niet voor niks ook denk ik de avonturijn, dat is de kleur van de groene chakra. Avonturijn helpt altijd met positiviteit en hartchakra's te openen. Dus laat liefde je baken zijn. Geef steun daar waar nodig, maar wees ook bereidwillig om deze connectie weer te heropenen. Kijk, want jullie voelen veel voor elkaar.
Jullie willen graag verder met elkaar. Dus sta daar dan ook voor open. Liefde is belangrijk. Misschien heb je dat al een poosje weggestopt. Omdat het te pijnlijk was. Hè? En keek je alsmaar vooruit naar andere dingen. En nu is het tijd om in die liefde te gaan investeren. Je hoeft je daar niet in te verliezen. Dus hou ook je eigen focus, je eigen dromen natuurlijk helder voor de geest. Een zeer spirituele connectie kan ook zijn dat jullie trouwplannen hebben voor de toekomst. Maar ik voel voornamelijk een hele spirituele connectie. Loyaliteit aan elkaar. Dus er komt een nieuwe cyclus aan. Laat de liefde je baken zijn. Daar krijg ik bij van dat ondanks de pijn, verdriet, wat voor obstructies er ook waren, wat voor blokkades er ook waren, je vindt toch weer een mogelijkheid om met elkaar verder te kunnen gaan. Kan zijn dat iemand ijs en ijskoud was in de connectie, teruggetrokken. Maar daar meteen ook een hele diepe impact, een statement mee heeft gemaakt. Kan zijn dat deze persoon gekrenkt is, dat er tegen gelogen is, dat deze persoon zich bedrogen voelde. En afgewezen. En vandaar dat er wederzijds pijn was. Maar er kan nu een hele nieuwe cyclus starten. Als je beide daartoe bereid bent. Met de torenkaart bij de schorpioenkaart. Daar is lang op gewacht. Maar uiteindelijk komt daar dus de helderheid, de communicatie, de doorslag, de samenwerking. Want door in die impasse te blijven zitten, door boos op elkaar te blijven, ben je alle twee aan die verliezende hand. En dat is natuurlijk heel jammer. Wat mogen wij weten over die koning van zwaarden? Je heeft de inzichten gekregen over de connectie. Het zal zich niet meer afsluiten. Ondanks de pijn en verdriet die jij veroorzaakt hebt. Kan natuurlijk ook vice versa zijn. Voelde zich afgewezen en daardoor heel erg in het hoofd. En wil nu graag een nieuw begin. Met de aas van staven. Wat mag ik weten over de zegenwagen, dat het weer goed komt. Na een lange stilstand komt er weer beweging in deze connectie. Wat mag ik weten omdat jullie elkaar toch zijn blijven steunen. Jullie hebben veel kracht, moed. Wat mag ik weten over de acht van bekers, positief naar de toekomst kijken, geïnspireerd raken van elkaar. Wat mag ik weten over de hierofant? Diepe emoties die je nog altijd voelt voor elkaar, die eigenlijk nooit weg zijn gegaan. En daardoor realiseer je ook dat dit een hele bijzondere connectie met elkaar is, die je niet zomaar uit de weg kunt gaan. Ondanks alles wat er gebeurd is, blijven jullie toch nog trouw en loyaal aan elkaar. En blijven jullie dus in deze connectie, geef je het een nieuwe kans. Kan ook zijn dat je in dit huwelijk blijft zitten. Maar wel vanuit een nieuwe frisse wind, nieuwe kijk met die aas van zwaarden. De waarheid is op tafel gekomen. Waardoor jullie beide verder kunnen. De lucht is geklaard. En er is zoveel liefde in deze connectie. Dat is ongelooflijk. Die loyaliteitskaart. Liefde is belangrijk. Liefde je baken zijn. Nou ja, ik begon al met die avonturijn. Elkaar ondersteunen. Die team van bekers die daar dan onder ligt. Hè, die... Ik voel echt heel, heel veel liefde in deze connectie.
En dat kan ook niet anders, omdat jullie een super sterke spirituele connectie hebben. Dat zagen jullie met de hierofant. En ondanks dat jullie geprobeerd hebben om elkaar te vergeten en separaat van elkaar verder te gaan, ging dat gewoon niet. Jullie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.